Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij TikTok Late Night. Hier in het Paard van Troje gaan we elke eerste dinsdag van de maand met u praten over apparaten. Want technologie is natuurlijk fantastisch. We kunnen er zoveel mee. En wat kunnen we er allemaal mee doen? Daar gaan we het over hebben. Maar wat doen die apparaten met ons? Dat willen we ook wel weten. Hebben wij nog grip op de technologie? Wat vinden wij daar wel niet van? Want we verslinden technologie iedere dag weer. En vooral digitale technologie. Internet, mobieltjes, pasjes, al dat soort dingen. TikTok Late Night is de iedere eerste dinsdag van de maand. En heeft iedere maand een andere partner die de boel financiert. En een ander thema. Nou, onze partner van vanavond is ECP. Ook wel het platform voor de informatiesamenleving. Daarover later meer. En het thema van vandaag is privacy. Privacy, want privacy is hot. U leest iedere week in de krant, ligt weer data op straat, want er is weer wat gehackt, wat gelekt. Allemaal problemen, Nederland is te klein, hoe had dat kunnen gebeuren? Een enkel knopje op Facebook zorgt voor gigantische rellen, omdat de privacy-instellingen niet goed waren. Ook wel mede dankzij de traditionele media, maar die arme dame die kan nooit meer normaal de verjaardag vieren. Vorige week, ook actueel, het briefgeheim is aangepast. Vroeger gold alleen voor geschreven communicatie, dat je daarbij niet zomaar mocht meelezen. Nu geldt het ook voor elektronische communicatie, dus er gebeuren ook wel goede dingen. Europa is ook druk bezig met wetgeving om ervoor te zorgen dat de Amerikanen niet heel de tijd in onze data lopen te neuzen. Wordt ook allemaal geregeld. Maar ja, u kent het misschien wel, als je begint over privacy, eindigt het vaak nergens. De een zegt, ja, als je niks te verbergen hebt, dan zegt de ander, nou, iedereen heeft wat te verbergen. Er zijn mensen die het juridisch benaderen, die zeggen, je hebt de wet beschermingspersoonsgegevens, het moet allemaal goed beschermd worden. We hebben zelfs in de grondwet staan dat we recht hebben op onze privésfeer. Maar ja, als je allemaal helemaal afsluit en dichttimmert, dan heb je niks. Je wil je ook wel laten zien op een manier dat het jou uitkomt. Je wil je op een bepaalde manier tonen aan anderen. Dat is ook privacy, waar het privé naar het publiek gaat. Kortom, spraakverwarring rondom privacy. En daarom dachten we, laten we daarmee beginnen om de avond mee te vullen. En hoe complex dat begrip wel niet is, wordt misschien geïllustreerd aan het hiervolgende filmpje. Er zijn heel veel mensen geven hun gegevens zomaar, ja. Bijvoorbeeld op internet en zo. Ja. Geeft u snel uw gegevens weg? Helemaal niet? Ja. Bedankt voor het onderzoek. Even voor, om het compleet te maken, ik zou u even uw gegevens kunnen geven in verband met het onderzoek, dat het officieel is. Ja. Wat is uw naam? Kok van Triet. Kok van Triet, wat is uw adres? Rotterdam, Pernis. Straat? Van Zelde Jongstraat. Nummer? 70. Telefoonnummer? 216. Kijk, kom weer in helder. Ja, hartstikke goed. 216. En wat is uw geboortedatum? Heel lang, 16-12-39. Wat is uw pincode? Ja, ja dag in mijn zakken. Doei jongens, prettige dag. Dag. Hey, doei doei. Tja, die arme mevrouw, maar we kijken nu wel naar haar. Is dat dan raar wat ze hier doet? Nou, eigenlijk niet. Hè? Want ze moet wel. Mensen hebben al gauw zoiets van, ik geef mijn persoonsgegevens niet weg, maar als je op camera komt, is het toch wel leuk. Ja, en dat krijgen we hier straks ook, bij TikTok. Dus wat is de gebruikersovereenkomst van TikTok? Hè? Welke afspraak gaan wij met elkaar aan? Nou ja, ik kan het u de juridische versie geven. U komt straks hier, als we een item hebben gehad, dan hebben we even een gesprek hier. Vinden we leuk. Hè? Je kunt je ook zeggen wat u ervan vindt. Microfoon onder de neus en camera op de snuffert natuurlijk. Eigenlijk moet ik u dan een formulier geven. Waar u uw naam invult, geboortedatum, handtekening. Want uw gezicht is volgens de wet bescherming persoonsgegevens een gevoelig gegeven. Een gevoelig gegeven. En die moet heel goed beschermd worden. Dus als wij daar iets mee doen wat u niet wil, dan kunt u zo een rechtszaak starten. Maar ja, u voelt hem al aankomen dat als u dat formulier heeft ingevuld, met naam, adres, handtekening. Nou ja, dan achteraf te gaan wat drinken aan de bar, die dingen die liggen daar en iemand neemt ze mee. Ja, dat komt ook weer niet ten goede van de privacy. Dus dan denk ik, ja, kunnen we die gewoon normaal doen? Hè? U komt straks hier en als u denkt van nou, ik vond het niks, knip u er gewoon uit. Spreken we deze af dat we het gewoon zo doen. Dat kan ook.